Je noemde net ook jezelf vinden. Wanneer vond Dat... je je eigen flow, zeg maar? De Wanneer vond ik mijn eigen flow? manier van rappen, was dat al vrij vroeg? Nee. Dat je blijft ontwikkelen. Dus je blijft ontwikkelen, je blijft nieuwe tekst schrijven, nieuwe flowtjes, nieuwe dingen. Want tja, het is toch van Nederland. En Nederland is best wel klein. Je kan weinig met woorden, weet je toch? Nederlands woordenboek is klein, man. Je bent zo op. Ik was een tijdje was ik van, hey, welke woorden ga ik nu gebruiken? Ik heb ze allemaal gebruikt. Dus dat, weet je, dan ga je een beetje je eigen dingen verzinnen of zo. Zoiets denk ik, man. En ja. Ja, hoe werd hierop gereageerd dan vanuit je, zeg maar ook bijvoorbeeld in het, of was het nog niet in het buurthuis dat je op deze manier ging rappen, zeg maar? Nee, in de buurt, dat was nog echt het begin. Okay. Echt begin. Ja, dat was echt het begin dingetje, zeg maar. En toen later dat we echt, toen had een vriend van ons zo'n studio dingetje gebouwd thuis. En dus ja, dat is, we konden wel gewoon en thuis bij die jongen opnemen. En die twee mensen die werkten in het buurthuis, die gingen weg. Die werden ontslagen of zo, die namen ontslag of zo, weet ik veel. En die hadden dan weer hun eigen dingetje in West, ergens daar. En daar mochten we ook gratis opnemen en ons ding doen. Dus we konden wel overal een beetje... Heb je die bandjes nog van vroeger? Gisteren was ik toevallig in het buurthuis. Ze hadden zeg maar een archief van oude cd's allemaal. En gisteren toevallig zat ik echt te luisteren. Ik heb een paar nummers op mijn USB-stick gedaan. Voor in de auto. Maar als je dat hoort, jongen, je gaat echt... Ja, maar wat gaat er door je hoofd als je die nummers hoort? Ja, als ik dat hoor, denk ik, shit. Je moet wel ergens beginnen, toch? Maar, ja, ik weet, je hoort gewoon echt beginnende. Je hoort zo'n stem van mij die ook nog jong is en zo, weet je. Dat soort dingen allemaal. Ja, dat was wel leuk om terug te horen ook. Wat zijn de dingen die je opvalt dan hoe je ontwikkeld bent, zeg maar? Veel. Oh, wat ja, nou ja, in welke zin? Ik bedoel, je stem is duidelijk anders dan. Maar zie je ook gewoon qua schrijfstijl, qua... schrijfstijl, is verschillend, man. Ik ben best wel creatief met dat, als het op schrijf komt. Maar gewoon op mijn eigen manier, weet je. En... ja, op het begin ging je echt gewoon wat ruimt op dat en wat ruimt op dit en dan gewoon proberen op de beat te komen. Dat is het beginstap, weet je, dat je probeert op de maat te rappen. En 100 keer opnieuw, weet je, dat soort dingen allemaal gewoon. En dan, als je gewoon bezig blijft, je blijft ontwikkelen, sowieso. En je wordt steeds beter en beter en beter en beter en beter, joh. Ja, voel je het beter? Pak je shows, doe je dit, zit je in films, pak je clips, weet je, zit je op futurings, heb je hitjes, ja. Ja, na Ik heb scheid kwam dit allemaal, zeg maar. Ja, precies, ja. En, maar je was toch voornamelijk bekend de komende 4 jaar of zo daarna als underground rapper? Ja, omdat ik, natuurlijk zoveel nummers maakte. En ik was nooit, zoals ik al zei, wij maakten nooit clips of zo. Het was echt gewoon omdat wij het leuk vonden en gewoon voor ons. Het was echt gewoon voor ons. Het was gewoon voor onszelf, weet je. En ja, die muziek, wat wij maakten, was ook al verspreid door heel Nederland. Weet je, je hoorde veel van ons zitten in gevangenissen, dat soort dingen allemaal, weet je. En ja, daarna, ik heb scheid, toen hadden ze een gezicht erbij van een persoon van een van die groep. Dus ik dan, zeg maar. En ja. Het was zo aan dat. Er was ook een jongen in Brabant, zo'n soort DJ, ik ben even zijn naam kwijt hoor. Maar die had dan alle nummers die we hadden gemaakt, had hij mijn teksten, zeg maar, had hij mijn stukjes zeg maar, gepakt en aan elkaar geremixed. En dat was de eerste mixtape al gelijk voor Nike heb schaad. 2 maanden daarna kwam die gast al met zo'n mixtape, gratis. Okay. En die deed heel erg goed, man. En dat was het meisje, joh. Ja. Was dit ook een bepaalde status, zeg maar, om als underground rapper het goed te doen? Of was er altijd wel van, het liefst kom ik wel op tv uiteindelijk? Ja, het is moeilijk, maar ik heb er nooit om gevraagd, maar het is nu is het meer gewoon... Ik vind het sowieso leuk om te doen, maar het is nu ook meer gewoon je werk. Zo ga je het niet zien. Is dat een benadering? Sorry. Ja, tuurlijk, want nu komen er procenten bij kijken, komen er contracten bij kijken. Weet, dat is niet gewoon, je maakt nummer en je gooit op internet of zo. Dat is niet meer zo, man. Hoe oud was je toen dit punt, zeg maar, de zakelijke kant er ook bij kwam kijken? Ja, ik heb schaad eigenlijk al, man. Oké. Okay. Ja. Ik heb schaad, kreeg ik al een contract aangeboden.
Ja, je ging toen naar Spek. Ja, naar Spek. Was het de bedoeling toen je bij Spek kwam om daar je debuut uit te brengen? Nee. Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt, de bedoeling. Nee, het was meer van gewoon. Ali kwam, had me gebeld. Hij vond me goed en ja, wou me denk ik erbij hebben. Nee, ik had me opgehaald en we waren samen naar de studio gegaan, hadden daar wat opgenomen. Nee, toen kwam een gesprek en ja, ik dacht waarom niet? Hey. En ja, het gewoon getekend en ik heb heel leuk tijd daar gehad, man. Ik heb van hen ook heel veel dingen geleerd qua podium. Heel veel shit gewoon, man. Weet je, dus ik heb wel veel van ze geleerd, man. Dat wel. Maar weet je waarom dat album dan nooit tot stand is gekomen? Ik heb, nee, maar idee... ik heb, toen ik bij Spek was, zeg maar, was ik nooit... ja, ik wou eigenlijk helemaal geen album maken, man. Okay. Het was meer van de mixtapes, ik weet niet. Ik dacht, juist omdat iedereen album maakt, toen dacht ik, fuck it, man, ik ga geen album. Omdat iedereen dat doet, doe ik gewoon mixtapes. En dat was een beetje meer het ding. En toen ik bij Toppenus, zeg maar, ging... En toen kreeg ik echt vaak te horen van, hey, je moet echt album, weet je, je moet echt album. Nee, toch, het hoort gewoon een beetje erbij ook, weet je, als rapper, dat je een album maakt en weet je wat, nou, is goed, waarom niet? Lijkt wel een nieuwe ding, weet je, weer. Ik dacht ook van, ja, nieuw fresh, nieuw start, nou, laten we een album gaan doen. En zo is het een beetje gekomen. Wat vond je leuker of beter aan mixtapes maken? Ja, ik weet niet, man, het werkte op een of andere manier gewoon ook. Ja, dat is gewoon hard, man. Je pakt Amerikaanse beats. Je hoeft niet zoveel moeite voor te doen of zoiets. Hè? Het is gewoon wat je altijd al hebt gedaan. Gewoon beats kiezen, opnemen. Klaar. Dat was het. Dat was het makkelijkste, denk ik, van een mixtape om te maken ook. Ja, je bracht ook van alles uit wel. Alleen dan niet je eigen album, maar ook heel veel features bij andere artiesten. Ja, singles. En ja, hoe kwam het? Was dit gewoon een beetje uitgenodigd elke keer? Ja, altijd, man. Elke keer, man. Ja, nee, ik luister. Ik sowieso ben altijd mezelf, je weet toch? Hoe ik ben of zo. Ja, mensen mogen mij gewoon of zo. En die mensen die mij mogen, die mag ik ook gewoon terug. Ja, dat gewoon. En dat gaat meer ook om gunnen, weet toch? Ze gunnen mij. Net zo ook met veel artiesten ook die mij gunnen, weet je. Ja. Dat gewoon, ja, dat is het een beetje. Ik word gewoon uitgenodigd. Maar bij sommige plekken was ik gewoon toevallig op het moment, daar. In de studio? Ja, in de studio of zo, weet je, dat soort dingen allemaal. Ja, dat is het een beetje. Maar het gaat ook meer gewoon om die gunnen, man. Dus zij hebben jou ook een kans... Laatst als ik een vieze teringlaar was, zou niemand mij vragen op dingen. Nee, dat gaat natuurlijk niet, begrijp je? Maar dat ben ik niet. Ik ben gewoon een relaxte gast, ik kan met me lachen, alles. Zo, dat, vandaar dat ze me vroeg. Dat is ook voor jou de leidraad door de muziek maken, dat het gewoon leuk moet zijn, dat je moet genieten. Ja, muziek maken moet leuk zijn, toch? Het moet geen straf zijn toch? Zo. Ja, omdat je zei van, nu begint het ook een beetje werk te worden. Ja, daarom. Maar je had wel een check dat het is wel werk, maar het moet wel leuk blijven, je weet toch? Dus, ik ben nu ook bij Spek hoor, liet me ook, zeg maar, ook mijn ding doen. Maar, en hier ook bij Top Notch ook, kun je ook gewoon je ding doen, weet je. En, zo hoort het, maar je moet gewoon je ding kunnen doen. Ze laten je ook gewoon vrij zijn in je muziek maak experience, wat je doet allemaal, weet je. Ze laten je gewoon vrij in dat, in wat je doet. En, ja, hoe belangrijk was die overstap naar Top Notch? Was dat iets dat er al aan zat te komen, dat je zeg maar na een jaar bij Spek al dacht van oké, dit gaat niet werken? En... Ja, ik denk het wel, stapje voor stapje denk ik wel. Dat een beetje. Want toen ik bij Spek was, was ik ook bijna alleen maar met Top Notch artiesten en zo muziek aan het maken. Ja, dat. Ja. Wanneer kwam dan het, zeg maar het aanbod om ook... Ja, dat weet ik niet. Ja, 2011 of zo was dat. 2011 was dat, ja. Voor de zomer van 2011. Dacht ik, oké, nou laten we die stap maar gaan doen. Misschien was het wel tijd voor iets anders, toch?